allemaal, daar ben ik weer. Niet met een kookvlog, nee, nee. We gaan even verder met vlog 68 inmiddels, dacht het wel, ja. We willen nog meer laten zien van Córdoba en we gaan ook nog naar Orgiva. Nou, dat zul je niet vaak genoeg horen in deze vlog, maar dat maakt niet uit. Een leuk hippie dorpje, veel plezier bij het kijken. Als je dan in een straat loopt, vergeet dan niet in poortjes te kijken, want het is elke keer een verrassing wat je ziet. Ja, er is zoveel te zien. Mooi hoor. En denk nou niet van ze hebben hier alleen maar mooie auto's in dat Spanje, maar ze kunnen er wel wat van maar hier hoor. Hij doet het toch nog? Hij doet het nog. Daar is het torentje. En daar een heel oud huis. Ik blijf me verbazen hoe mooi het is hier. Nou, hè? God. En is misschien kan je ook om. Nou, die kan niet hoek om. Het is een hofje. Ja. Spaans hofje. Kijk hoe leuk. Al die planten, hè? Zo, heet mooi. Zo leuk. Ja, ik ben er ook hoor. We nemen lekker een koude klets. Met een olijfje. En we nemen lekker een olijfje. En de tapas zijn in de maak. Een soort kroketje. Met tomaat en een stukje ham. Op een stukje stokbrood. Ja? Ja, lekker. Oh, er zit er kaas in. Kaas. Oh, dat kan ook, dat het kroketje met kaas is. We gaan het even... Heet, hè? Nee, het is geen kaas. Het is geen kaas? Nee. Maar wel lekker. Of, zit zalm in. Ja. Kijk. Ja. Ja, we ontleden eventjes, hoor. Nou, er zit ook wel een beetje kaas, ja. Zalmkaas. Zalmkaas. Wil gaat eventjes een gehaktballetje met tomatensaus. En ook allemaal lekkere dingetjes. Aardappelkroketjes. Aardappelkroketjes. Nou, er zit van alles en nog wat in. Lekker hoor. Ik ga even proeven.
prachtige kerk midden in de Joodse wijk in Córdoba. En Córdoba is zo gigantisch groot dat je Córdoba gewoon niet in één dag kan bezoeken. Goedemorgen, we staan hier op de camperplaats in Córdoba. Mijn haar is nog een beetje nat. Gisteren stonden we op een andere camperplaats. En die was betaald, ongeveer 2 euro per uur. Maar als je gewoon even verder rijdt, een paar honderd meter, dan sta je op de parkeerplaats van de dierentuin. Er zijn hier meerdere parkeerplaatsen. Maar deze parkeerplaats wordt veel gebruikt voor camperaars. Een heerlijke plek en je kan ook een prachtig stuk met je hond kan je lopen. Lekker voor je. Hier, nee, hier. Zo, eventjes de hond, eventjes... Lucky eventjes tot orde roepen. Je kan dus vlakbij de dierentuin staan. De entree trouwens van de dierentuin is maar 5,50 per persoon. En voor kinderen tot, ik meen 16 jaar of zo, is het 3 euro. Heel erg goedkoop. En parkeren is gratis. Het is een stadsdierentuin met inderdaad wel leeuwen, tijgers, schildpadden, nou, noem maar op. Heel veel dieren. Kijk eventjes op Google naar de dierentuin in Córdoba. Dan zie je dus inderdaad wat de prijzen zijn. Echt onvoorstelbaar vergeleken met Nederland. Je kan dus ook heel lekker de hond uitlaten hier. Je kan lekker vrij wandelen. Als je van de parkeerplaats afgaat en je gaat rechtsaf, dus dan hou je de weg achter je. Dan loop je dus van de weg weg en dan kan je op een prachtig pad wandelen en op een gegeven moment kom je ook langs het water. Je hoort spechten, het is gewoon een hele mooie route. Ga ik jullie niet laten zien, want wij gaan ons klaarmaken om vandaag naar Orgiva te gaan. Dus tot later! Is om hier te wonen, dat plaatsje, dat stadje, want al die rook, als de wind ongunstig staat, blijft dat hangen in dat dal. Nou, dat is verschrikkelijk. Gesetteld in op de camping in onder Orgiva. Aan de voet van de Sierra Nevada. Aan de voet van de Sierra Nevada. En we hebben passen gereden, hè? Ja. Heel erg mooi. Er is hier ook in de buurt een stuwmeer.
Het is een hele mooie omgeving. Het weer is nog steeds lekker. Wij gaan straks, zoals jullie zien, weer aan de gebakken eieren met spek. Het is een kleine camping. Het heeft een broodjeservice. En ze hebben ook nog van die vakantiehuisjes. Daar links. Het is echt een kleine, gezellige camping. Er staat van alles. Dus wij gaan even lekker eten. Oh ja, de kosten. Kosten waren camper, 2 personen, 1 hond. En geen stroom hebben wij nodig, want we zijn zelfvoorzienend. Is €22. Dus dan weten jullie dat, mochten jullie met de camper van plan zijn om deze kant op te komen. Nou, de camping ligt links. Sinaasappeltjes aan de boom. Moet je kijken naar wat een onwijs oude olijfbomen. We zijn in het centrum van Orgiva. En Leo is even aan het lezen wat erop staat. Wat deze mannetjes hier doen. Twee mannetjes. Dat is Jut en Jul. Nou, je bent... culturistisch ingesteld. Oké. Maar het ziet er wel heel leuk uit zo, hè, dit. Ja. Nou, een flinke klim. Hetzelfde kerkje weer. De winkelstraat. Nou. En dit is wel een heel mooi kunstwerk. Dan gaan we toch even kijken wie dat is. Hier heb je prachtige waterfontein. Ja, ik voelde hem al zo bekend. Kijk. Gaan we kijken, Luc. Doe maar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hoppa. Nee? Vind ik interessant. Wel leuk, hè? Ze was net aan het drinken. Nou, super lief, hè? Lekker, hè, voor het hondje. Even lekker een beetje water. Zo lekker. Ja. Nog een beetje? Klaar nou. Klaar. Kom er maar af. Ja, donker shot. Met zijn paard. En zijn hulpje. Ja, Pancho. Pancho. Leo, vertel het maar. We zitten hier bij een café en dat heet Café Baraka. En we zitten hier in, hoe heet het ook weer, dorp? Orgiva. Orgiva. Oh ja, en, we net aardige mensen leren kennen. Ja, Orgiva is, heeft nog wat hier en daar nog wat losse flarden van de hippiecultuur die het een aantal jaren gehad heeft. We zien af en toe van die mensen waarvan je zegt van ja, die passen wel in dat hippieplaatje. Ja, leuk, heel leuk. En we gaan nu hopen nu een biertje te krijgen, hè? Ja, daar gaan we wel voor, ja. Daar gaan we voor. Nu naar de camper.
voorbij dit huis, dit oude huis, ga je een pad in rechtsaf en dan loop je zo naar de stad. En vanaf de camping loop je ongeveer 50 meter langs deze weg. En dat is prima te doen. Het is maar een heel klein stukje langs deze weg. En dan ga je dus vanaf de camping ga je rechtsaf. En dan de eerste weggetje, geasfalteerde weggetje, weer rechts. En daar komt bijna geen verkeer. We hebben net maar 2 autootjes gezien. En een paar voetgangers en dat is het. Oké, restaurant El Camping. Hier is het. Verse broodjes hebben ze 's morgens bij het restaurant voor wie geen brood bij zich heeft. Camping Orgiva. Nou, dat wisten jullie natuurlijk al. Wij zijn dus van die kant gekomen. Kijk, is dat een plek? Hier rechts de receptie, links het restaurant. Ze hebben nog kippetjes, heel leuk. Voilà. Zo, we gaan via de artiesteningang. Nou, ze hebben deze leuke stenen bungalowtjes. Het zwembad. Ja, het is nog geen seizoen. Het is niet in gebruik. Ze hebben een kinderbadje. En ze hebben hier een grote zwembad. En een ligweidje. En hier heb je de wc's. Ik ga dat eventjes even bekijken, even filmen voor jullie. Ah, dit is de linnenkamer voor de huisjes. Heel groot, wc, kan niet missen. De heren en de dames, douche en... De deur moet altijd open blijven. Hier kan je je campingtoilet legen. Hier heb je mooie schone wc's met papier. De wasbakken en nog meer toiletten. Het ruikt fris, het ziet er echt super netjes uit, Leo. En de douche, kijk. Kan je niet zien? Hele grote stortdouche. Nou, en een make-up spiegel. Een gehandicapte douche. Nou, super jongens. Hier gaan wij wel eventjes fijn onder de douche staan. En vanaf de andere kant kan je er ook weer uit. Daar heb je een heel leuk boomhuisje. Ik heb een heerlijke douche genomen. Het was een stortdouche. Niet zo lekker als thuis, maar hij was perfect. En ik heb er lekker lang onder gestaan, want dat doe ik thuis niet zo snel. En ik ben nu, kijk eens, lekker nasi aan het opbakken. Want ik had een emmertje meegenomen van thuis. En die is ontdooid nu. Lekker in de ijskast bewaard. Lekker opbakken. Er zit een hele klont zelfgemaakte pindasaus doorheen. Die gaan we even lekker opsmikkelen. En vanavond lekker even tv kijken. Gezellig. En morgen weer naar huis. Dus tot laat. Daar gaan we. Dat is zo, hè. Klein rondje op de film.
grote ding staat daar links, hè, met die pingwings achterop. Ja. Zo. Links afslaan. Amerikaans, hè? Ja. GMC. Yoga. Bye bye, Orgiva. Soms zie je zoveel plastic dat je denkt dat het de zee is, maar dat is het dus dan niet. Nou jongens, kijk, hier al dat plastic. Ik ben blij dat wij hier niet wonen. We zijn nu bij Almeria aangekomen. Bewolking hangt behoorlijk laag daar verderop. En er is ook wel regen voorspeld de komende dagen. En dan zitten wij thuis ook weer lekker droog. We hebben heerlijke dagen gehad.
Nou, we rijden nog steeds op de A7. We zijn een half uur van huis. En zoals jullie zien is de omgeving een stuk vriendelijker dan al het plastic waar we een uur geleden hebben gereden. We zitten nu even kijken. 25 kilometer van Vera. Ja. Leo zei het al. We zitten 25 kilometer van Vera. Aan de overkant veel militaire voertuigen. En dit was weer vlog 68. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Heb je reacties? Laat ze onder bij de beschrijving. En dan lezen we ze en we beantwoorden ze altijd. Tot de volgende keer. Doei!